Na de knotsgekke wedstrijd van afgelopen zaterdag, die PSV diep in blessuretijd won van AZ, was het maandag weer bijzonder rustig tijdens de training op de hertgang. Philippe Cocu trakteerde de selectie op een training die nog het meest leek op een potje apenkooi. Vertelt u het maar, het was weer een boeiende wedstrijd zaterdag. Ja, op zijn minst enerverend. Het was een partij denk ik waarbij het publiek heel lang het gevoel had van dit gaat de verkeerde kant op. Want AZ was qua veldspel was het eigenlijk lang hier en meester. Maar PSV heeft deze wedstrijd gewoon toch wel op het punt gewonnen waar ze het de laatste weken op lieten afweten. En dat was het karakter. Ja, hoe verklaar je dat dan? Ja, ik denk dat, hè, dat schreven wij vandaag ook in de krant. Ik denk dat op het moment dat jij op de slagbank ligt, hè, dus als het echt helemaal dreigt mis te gaan, ja, dan probeer je nog één keer op te richten. En dat was wat met name Jermaine Lens in de ploeg wilde brengen afgelopen zaterdag. De jonkies die gingen daarin mee. En als je dan nog één keer opricht, ja, dan zie je waar het toe leidt. En dat je gewoon nog kunt winnen. Dat gebeurt ook tegen Feyenoord. Dankzij de winst doet PSV nog steeds mee voor de tweede plek. En houdt dus kans op de voorronde voor de Champions League. Elfrink is echter niet overtuigd van de goede afloop. Natuurlijk heeft PSV nog altijd de grote kans voor de tweede plek. Hè, en ook een goed programma. Maar ja, ik vrees toch met name voor de uitwedstrijd bij Rode JC. Dat je daar... Die moet je echt als een echte finale gaan benaderen. Dan zou het kunnen. Welke conclusie valt er nou eigenlijk te trekken over dit PSV? Dat je het in uitwedstrijden hebt laten liggen. Want thuis heeft PSV eigenlijk een geweldige balans. Je hebt maar één wedstrijd verloren en één keer gelijk gespeeld. Als ik het wel heb, heb je 40 punten uit 15 wedstrijden gehaald thuis. Nou, dat is een prima resultaat. Ja, en uit heb je een dramatische balans. En daar is het misgegaan. En dat is toch wel een mentaal verhaal, denk ik, ja. Komend weekend speelt PSV thuis tegen NEC.